Het komende half uur gaan we het hebben over het balkonbewegen van Clubhuis de Derde Helft in Leiden-Dorp. Daarvoor zitten bij mij in de studio Nathalie Beekman en Rob van der Groen. Hartelijk welkom allebei. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Nathalie, even voor de mensen die dat eigenlijk niet zo goed weten. Wat is balkonbewegen? Balkonbewegen is eigenlijk ongeveer bijna 2 jaar geleden ontstaan. Een initiatief van Clubhuis Derde Helft en het Ouderenfonds om mensen uit het isolement te halen. Want Clubhuis de Derde Helft, dat is beweging voor senioren, hè? Ja, klopt. Ja, 55-plussers. Worden gemotiveerd ermee om hun huis weer uit te komen, om te gaan blijven bewegen. Ik ben er later bijgekomen toen de fysio's ophielden om dat te organiseren, zeg maar. Er waren een aantal fysiotherapeuten die daarmee begonnen en die op een gegeven moment hielden die ermee op. Ja, klopt. En toen kwam jij in beeld. En toen kwam ik in beeld, ja, met nog een aantal andere instructeurs heb ik het opgepakt. En uiteindelijk ben ik vorig jaar alleen doorgegaan. En op dit moment geef ik 4 locaties, tenminste nu even nog niet, maar vanaf volgende week weer wel. 4 locaties geef ik balkonbewegen. Dus eigenlijk is het mensen uit hun huis krijgen op een balkon of beneden op een parkeerplaats of grasveld waar ze kunnen staan. Mensen bewegen met mij mee op muziek. En heel laagdrempelig. Dus het is echt puur gewoon om te zorgen dat ze in beweging zijn. Het is niet belangrijk wat ze precies doen, als het maar beweegt, zeg maar. Ja, het gaat niet om de perfecte uitvoering van de moeilijke oefening, maar nee, gewoon het is niet lekker moeilijk. Meebewegen. Nee, iedereen kan meedoen. Het is allemaal op eigen tempo. En het is, ja, er staan mensen bij die zijn 55, maar er zijn ook mensen bij die zijn 90. Dus die kunnen natuurlijk hele andere dingen. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Dus elke oefening moet geschikt zijn voor elke leeftijd. Ja. En mensen van 55 kunnen ook iets hebben. Dus ja, kun je niet vergelijken met elkaar. Maar dat maakt het juist zo leuk. Dat ze met mensen samen bewegen, maar dat ze het ook gewoon echt kunnen. Ja, dat lijkt me nog best een uitdaging om dan zoveel verschillende mensen aan te spreken. Ja, zeker. Want elke locatie is ook anders. Bij de ene locatie zijn ze gewoon wat fitter of zijn ze nog wat jonger. En dat verschil merk je. Want het is bij een aantal grote flatgebouwen in Leiden-Dorp, geloof ik. Hè? Ja. Dat iedereen op het balkon naar dezelfde... Ja. Sta jij op de grond en dan kan iedereen jou zien. Ja. Klopt, ja. Sommige locaties staan ze ook om me heen. Vinden ze gezelliger, gewoon op afstand. Nu met corona natuurlijk. Maar dan hebben ze grote parkeerplaatsen en staan ze allemaal op hun eigen stippen. En dan vinden ze het gezelliger om beneden te staan. Dat is ook prima. En op andere locaties staan ze echt op een balkon. Bij Huis ter Douche staan ze echt op een balkonnetje staan ze te bewegen. Dus het is ook wel gewoon een heel grappig gezicht. En ik sta dan beneden op het grasveld. En neem ik een box mee voor muziek. En dan blijven ze... Ik zoek echt wel muziek uit wat ook een beetje geschikt is voor de leeftijdscategorie, zeg maar. Dus het is geen vette house of weet ik veel wat. Nee, het is gewoon gezellig. Nee, een beetje meezingen. Mensen vinden het geweldig. Dus ze komen gewoon naar buiten. En ze hebben ook onderling gewoon veel meer contact met elkaar. Want ze blijven nog even een praatje maken op een balkon of beneden op de parkeerplaats. Dus het contact is ook gewoon veel meer, zeker in deze tijd. Ze spreken veel meer met hun buren dan dat ze vroeger deden. Ja, normaal gesproken heb je contact met je naaste buur, want die zie je dan het vaakst natuurlijk. Maar nu hebben ze ook contact met de mensen die aan de overkant wonen, of die beneden wonen of boven helemaal. Dus dat maakt natuurlijk ook het initiatief veel leuker. Ja, dus van op je eigen balkon bewegen gaat het naar een hele sociale... Ja, mensen komen uit een isolement. En dat is gewoon, deze tijd is dat gewoon heel fijn. Ja. Ja, en het is heel coronaproof natuurlijk op je eigen balkon bewegen. Ja. En volgens mij is dat geen toeval, Rob. Nee, zeker niet. Kijk, op het moment dat wij niet verder konden met het clubhuis, dat we gesloten werden. Dus door de lockdown. Voor de tweede keer, of eigenlijk nu de derde keer. We zijn net weer een beetje aan het opengaan met de buitensporten. Toen kwamen we zoiets van, wat nu? En er is een idee gedropt van op het balkon gymnastieken. En toen zijn we gaan over nadenken van dat is licht voor de hand. Ja. En eigenlijk alle stappen die toen kwamen, die lagen eigenlijk voor onze neus. Wie moet het dan doen? Nou, de fysio's waren dicht. En we vroegen het aan de fysio's, die waren dol enthousiast. En toen hadden we ook 8 locaties bij elkaar. Zo. Nou, de fysio's die gingen na een aantal weken, ik geloof 6 weken, mochten die weer open. Wie waren er nog wel dicht? De sportscholen. En het is enkel maar even nadenken en de goede contacten leggen. En iedereen die er ook 1 keer aan meegedaan heeft, is net zo enthousiast als je Nathalie nu nog ziet, die het al heel lang doet. Omdat ook de mensen zo enthousiast worden. Ze beginnen soms heel schuchter, maar na een weekje of zo horen ze er echt bij. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat de eerste keer dat je op je balkon een beetje gekke bewegingen staat te maken, dat best nog wel een drempel is, Nathalie. Merk je dat mensen een beetje uit hun schulp moeten kruipen? Ja, jawel, zeker wel. Weet je, mensen vinden het gek. Weet je, sommige bewegingen hebben ze ook nog nooit gedaan.
Ze hebben, ja, soms zitten er ook best wel wat danspasjes bij of zo. En ja, als er dan een mannelijke bewoner op het balkon zegt, ja, dacht, ik ga niet dansen, weet je dat. Maar als ze dan 2 of 3 keer hebben meegedaan en ze merken gewoon dat al die spieren en die gewrichten weer wat soepeler worden, dan merken ze toch al van, hey, het werkt wel. Dus dan blijven ze toch terugkomen. Dus dat is wel heel erg leuk. En er zitten ook, weet je, ik sta niet alleen maar te dansen. We doen ook echt wel gewoon werken en oefeningen. Maar af en toe zit er gewoon een nummertje bij dat we gewoon even gek doen of zo. Maar dat maakt het ook gewoon wel weer leuk. Ja, daarom. Ja. Als je niet dan alleen maar serieus doen, natuurlijk. Nee, precies. Dat kan ook juist een band scheppen. Als je samen een keer gek hebt gedaan, ja, dan heb je iets met elkaar. Nee, ja, daarom. Dus dat houden we ook gewoon vol. En het is ook, het staat niet alleen maar dames, hoor. Er staan ook echt heren bij. En die vinden het ook allemaal even leuk. En dan krijg ik ook verzoeknummertjes. Ja, hoe kan je die eens een keer doen? En, oh, geweldig. Ik draai van alles, hoor. Het kan van K3 tot 60s of 70s. Het kan ze allemaal niet gek genoeg zijn. Dus dat maakt het ook gewoon leuk. En dan draai ik een liedje voor de oma's. En dan krijg ik de opa's. Ja, maar hallo, wij zijn er ook nog. En, ja, oh, wat goed. Ja, wat goed. Verzoeknummers mogen ook altijd worden ingediend. Zeker. En Rob, je zegt, we zijn begonnen op 8 locaties. En nu zijn er nog 4. 4, ja. Is dat niet jammer voor die andere 4? Krijg je nog wel eens een oproep van, kom hier ook nog eens naartoe? Nou ja, het waren gewoon praktische redenen. We vielen terug en we kregen een bepaalde bijdrage. En daar zijn we heel tevreden over geweest. We konden doorgaan met 4. Toen de sportscholen weer open gingen, toen ging het geld kosten. En ja, want die instructeurs die konden weer zelf aan het werk. Dus ja, toen ging het geld kosten. En wij kunnen het niet als vrijwilligers maar een beetje mee gaan knoeien. Je moet gewoon een professionele instructrice hebben of instructeur hebben. En we hadden gehoopt dat we dus gewoon door hadden kunnen gaan. Dat er wel meer kwamen die ons kwamen steunen. In de tussentijd bleek het ook dat er een paar locaties eigenlijk minder interesse hadden. Mm. Dus van het een kwam het ander. En dan moest je keuzes maken. Dat ging ook echt niet op een manier van, nou, jij mag niet meer. Het is een heel logisch gevolg geweest. En nu vinden wij wel weer dat we aan het kunnen gaan uitbreiden. Ja. En die pogingen gaan we starten om langzaam maar zeker er 1 of meerdere locaties bij te krijgen. Ja, en je zegt het gaat geld kosten. Ik kan me herinneren eind vorig jaar dat geld op was. En dat jij ook hier in de uitzending eigenlijk het einde van het balkonbewegen zat aan te kondigen. Maar dat is toch weer gelukt. Ja, kijk, als je erover spreekt, springen de tranen nog in mijn ogen. Dat het eigenlijk zo snel opgelost is. Nadat we al maanden aan het smeken waren, aan het zeuren bijna. Ik vond het zelf het zeuren. Ja. Elke keer weer over hetzelfde onderwerp van wie komt er nu mee met een beetje geld. Want het kost in relatief weinig, hè, €90 per locatie. Per maand. Hè? Waar zijn de woningbouwcorporaties? Ja. Het is niks voor ze. Betaal dat voor je bewoners. En, want even voor mijn beeld, waar zitten die kosten in? Nou, het is voornamelijk de professionele. Kijk, de vrijwilligerskosten. In mij. Ja, precies. In mij. Jij bent de boosdoener. Ja, sorry. Nee, de reddende engel in wat dit betreft. Want je moet maar iemand hebben die dit ook leuk brengt en volhoudt. En net zoveel plezier erin heeft als ook de deelnemers. Dus dat is echt wel bijzonder. En dat heeft ook, ik denk ook dat omdat het allemaal zo leuk gaat, dat het ook weer gaat groeien. En vandaar dat we ook wel denken dat als er dus nieuwe instructrices of instructeurs bijkomen, dat die toch een beetje op dezelfde manier moeten gaan werken. Want we weten dat dit een succes is. Mooi. Nou, de 24e was het de afsluiting, hè? Ja, bij Sleutelstad. Sleutelstad heeft daar heel veel tijd aan besteed. Nogmaals bedankt voor de zoveelste keer. En nog geen. De 26e kwam er een gulle geven. Zoals het nu ook door jullie gepubliceerd is. En die dan niet op de voorgrond wil treden, niet naar buiten wil treden. Maar die eigenlijk heel erg verbaasd is en nog is. Dat hier geen structurele oplossing is. Ja. Dat de gemeente er niet instapt of andere. Ja, en daar moet ik hem wel gelijk in geven. Ja, €90 per maand per locatie zou toch op te hoesten moeten zijn door iemand. Maar die, dus het is nu voor altijd opgelost? Nee, we hebben voor 2022 voor 4 locaties een oplossing. Oké, en daarna is het weer hetzelfde probleem eigenlijk. We gaan weer met de pet rond. Spannend. Ja, Nathalie, kan je ons even meenemen? Als je zo'n sessie gaat houden, wat doe je dan precies? Nou, het begint altijd eerst met het uitzoeken van de muziek eigenlijk. Dus ik
In principe doe ik wel voor 4 locaties natuurlijk wel dezelfde lijst afspelen. Want anders is het voor mij natuurlijk niet meer te doen. Wat ik wel doe is echt per locatie kijken wat de mensen kunnen. Ja. Want de ene locatie is gewoon wat fitter dan de ander, zei ik net al. En ik pas wel mijn bewegingen en oefeningen daarop aan. Bij de brandwacht bijvoorbeeld is het publiek gewoon niet jonger. Doen ze gewoon nog iets actiever mee. En dat is, weet je, elke beweging is er één. Dus elke beweging is gewoon goed. Of ze nu 5 centimeter diep zakken of dat ze 20 centimeter diep zakken, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. En eigenlijk bekijk ik dus per locatie wat ik op dat moment ga doen. Het is ook soms een beetje, mensen zijn soms een beetje zwak, ziek. Ja. En dan bewegen we gewoon lekker op de plaats. En bij andere locaties ga ik wat meer heen en weer. Dus ik begin eigenlijk met het uitzoeken van de muziek. Ik heb altijd wel vaak een beetje een soort van... ik begin met een warming-up en ik eindig natuurlijk met een cool-down. Ja. En daartussenin zitten wat statische nummertjes. Dus daar blijf ik gewoon echt op een plekje. En doen we bijvoorbeeld wat beenoefeningen en wat armoefeningen en wat rug, buik. En ik heb ook nummers waar we echt op gaan bewegen. Dus dan gaan we wat heen en weer. We lopen wat van voor naar achter. Ja, van links naar rechts. Van links naar rechts, inderdaad. De meeste mensen hebben ooit hier wel eens, denk ik, een filmpje gezien. Dus, ja, we hebben ook voor de mensen die meekijken, een filmpje. We zien een soort binnentuin is dit. Ja, dit is in de Bloemendaalse Laan is dit. Mensen die hebben hier een eigen binnentuin. Dus dit is eigenlijk een toplocatie ook voor mij. Want het is ook wel eens wat slechter weer. En hier sta ik gewoon lekker droog. Ja, dit is fantastisch. Heerlijk. Goede akoestiek ook. Er worden wat armoefeningen gedaan. Ja, armen optillen, armen buigen. Ja. Mensen die bewegen op hun eigen kunnen. Hè? Want sommige mensen die komen gewoon met hun handen niet verder omhoog. En dat is ook helemaal prima. Dus ja, die blijven dan gewoon tot schouderhoogte. En dan kan je wel hoger is het ook. En dat geef ik ook aan. Hè? Dus ik zeg altijd, beweeg op je eigen kunnen. Ja. En doe wat gaat. Weet je, elke beweging is er één. En alles is goed. Ja, er is geen fout aan. We zien nu oudere mannen die enthousiast stapjes heen en weer. Ja. En met de armen zwaaien. En, ja. Ik krijg er nou weer zin in. Ja, het ziet er ook heel gezellig uit. Ja. Je ziet echt dat de mensen er plezier in hebben. Ja. Maar daar doe ik het ook voor. Hè. Kijk, weet je, bij mij moet mijn gas ook gewoon aan. Dus... Ja, natuurlijk. Ja, dus ik vond het wel heel confronterend om het vorige keer in de krant te zien staan dat het geld kost. Ja, dat gaat inderdaad naar mij. Maar ja, weet je, mijn brood moet ook op de plank. En, precies. Ik doe het niet alleen voor het geld. Ik doe het ook gewoon puur omdat ik gewoon zie dat de mensen genieten en het zo fijn vinden als ik er weer ben. En ik geniet er zelf ook van, want... Mensen zeggen van, maar je doet niet zo heel veel. Als je het vergelijkt met een normale sportles die ik normaal geef... Ja, dan doe ik inderdaad niet zo heel veel. Maar voor hun is het wel heel veel. Maar hun zijn zo blij dat ik kom. En dan, dan krijg ik ook gewoon weer energie van. En daar word ik ook blij van. Ja. Net zo blij als hun zijn, als wij zien. Ja, want je bent normaal dus eigenlijk gewoon sportinstructeur. Ja, ik ben ZZP'er in sport. Dus ik word gewoon ingehuurd door sportscholen. En ik heb gewoon mijn eigen onderneming. Dus ik geef personal training ook. En daarnaast doe ik dus op woensdagochtend... mijn hele ochtend gaat op aan het balkon bewegen. Ja, want we hebben hier op het programma... er staat om 10:00 tot 10:30 Bloemendaalse Laan. Ja. 10:45 tot 11:15 Huis ter Does. Ja. Dan 11:30 tot 12:00 Ommedijk. Ja. En 11:45 tot 11:45 de brandwacht. Ja, dus echt 4 keer een half uur achter elkaar. Ik zit in de auto en ik scheur heel lang het dorp door. Want ik heb inderdaad maar een kwartiertje om van vestiging... locatie naar locatie te gaan. Nou ja, het is af en toe is het een beetje soms van een race tegen de klok... als ik alle stoplichten tegen heb of zo. Maar ze weten dat ik er aankom. En er moet heel wat gebeuren, wil ik niet komen. Dus kijk. Ja. Gelukkig. We hebben geloof ik in het afgelopen jaar... we zijn natuurlijk vorig jaar... december zijn we toen weer begonnen. Na een kleine stop van 2 maanden. Ja. Want toen dachten we natuurlijk... na die eerste lockdown dat alles weer open ging. En dat alles weer kon. En corona was weg. Klaar. Hup, klaar. En toen bleek dat toch weer heel veel dingen dicht gingen. Clubjes voor ouderen weer gingen sluiten. Toen hebben ze mij eind november weer gebeld. Voor Naat, zou je toch niet weer willen beginnen? Nou, dat vond ik prima. Toen ben ik in december weer begonnen. Dus dan heb je het over eind 2020, zeg maar. Toen ben ik weer begonnen. En... ja, toen zijn we eigenlijk een jaar lang eigenlijk achter elkaar doorgegaan. En ik denk dat we twee keer met IJssel. Ja, 1 keer met IJssel. En 1 keer zijn we weggeregeld. Ja, zijn we weggeregend. Ja, toen was het met onweer en heel echt hele heftige regenval. En IJssel, toen ging het ook niet. Het moet natuurlijk niet gevaarlijk worden. Mensen moeten wel gewoon veilig kunnen staan. Of op een balkon of op een plekje waar ze dan wel staan.
En, maar we, ja, we staan met kou, we staan met zonneschijn, we staan met hitte. Ik heb alles gehad, echt en alles. Altijd willen de mensen ook meedoen. Ja, ja, en toch komen ze elke keer weer op een balkon of op een plekje. Ondanks dat het ja, min 5 is of 25 graden. Ja, ik ga persoonlijk wel heel graag voor de 25 graden. Maar als je bijvoorbeeld om het dijk kijkt, dat is een tochtgat. Ja. En ook die ene keer met het IJssel. Dat was gewoon, je kon schaatsen op de galerij. Dat was het levensgevaar. Ja, nee, dat wil je niet. En zeker ouderen, die zijn nog extra kwetsbaar dan. We zagen net Bloemendaalse Laan. Ja. En daar zit een dame in een rolstoel. Die is er altijd. Ja. En die kan niet veel, maar ze doet wel wat. Ja. En ze lacht, ze heeft plezier erin. Het is geweldig. En je zag daar de oude heren. Dat zijn de heren die... Daar is een filmpje van dat er Jailhouse Rock gespeeld wordt. Van Elvis Presley. Van Elvis Presley. En er staat het hele boeltje te swingen. En dat is wat Nathalie zegt. De dames doen dat spontaner als de heren. Maar deze heren stonden ook echt heel uit de bol te gaan. Dat geweldig. Even keer terug naar hun jeugd natuurlijk. Ja, ja. Maar daarvoor is die muziek ook zo belangrijk, hè? Zeker. Het is, ik kijk ook echt wel wat ik neerzet. Dus het is, ja, ik kan wel leuk mijn eigen muziekstijl daarna gaan neerzetten. Ja, maar daar zitten ze niet op te wachten. Nee, zitten ze niet op te wachten. Althans, ik weet niet wat jouw muziekstijl is. Maar... Nou, iets actiever soms. Ja, precies. Nee, nou, als ik in mijn normale lessen kijk natuurlijk, daar wordt natuurlijk wel gewoon iets met een goede beat onder gespeeld. Want ja, de beats per minuut zijn natuurlijk al gewoon een heel stuk hoger. Ja. Maar als ik dat met balkonbewegen erin ga gooien, dan gaat het niet goed komen. Dan kunnen we de AED erbij pakken, denk ik. Het zal op zich in de buurt zijn, maar dat is toch niet helemaal de bedoeling. Nee. Ik heb BAV, maar ik wil hem liever niet gebruiken. Nee, precies. Nee, en dit is het balkonbewegen, maar Rob, jullie hebben ook elke week op woensdag en donderdagochtend Clubhuis de derde helft bij RCL en Alecto. Dat heeft denk ik ook nog wel hinder gehad van de lockdown. Ja, het is vorige week weer open gegaan voor de buitensporten. En er is gelukkig heel goed op gereageerd. Dus het wandelen op woensdag is weer volop gestart. De warming-up op woensdag om 9 uur was matig bezocht. Dus ook sommige mensen die weten het niet direct hè, dat het er weer is. Dus kom alsjeblieft. We zijn er klaar voor. Het walking voetbal was met 19 man. Nou, dat is ook goed. En de donderdag was... de donderdag. Ik ben ook gisteren op donderdag gegaan. Omdat ik veel praat over donderdag, moet ik ook eens een keer kijken op donderdag. En meedoen. Ik heb meegedaan met de warming-up op donderdag. Ik merk dat toch wel. Hè? Ja, je voelt je spieren. Ja, ik heb spieren. Heb je volgende week denk ik ook wel weer spieren bij. Het zal volgende week ook wel zijn. Maar dat was heel goed. Dus het vol op korfbal, Jeu de Boel. Goed weer afgelopen donderdag. Nou ja, het was weer... Maar ja, we mogen nog even niet naar binnen. Nee. Wel koffie buiten. Oh ja. En dat kon ook. Het weer was ook goed genoeg. En we hopen dat we snel binnen ook open kunnen. Precies, dat ook het biljarten en het schaken allemaal weer op kan starten. Ja. Mooi. Nou, we blijven het volgen. Nathalie van Beekman en Rob van de Groen van Clubhuis de derde helft Leiderdorp. Hartelijk dank dat jullie mag er waren. Mag ik nog een boodschap kwijt? Je mag nog één boodschap kwijt. Kan je nog dat mooie, doet u mee, doet u ook mee? Ja, juist. De kijkers thuis die kunnen dat voor zien. De kijkers thuis en de luisteraars thuis. Ja, wij willen heel graag dat mensen die geïnteresseerd zijn langskomen. En dat ze meedoen als ze het willen of komen kijken. Als je er niet woont, dat je dan toch erheen gaat. Je hoeft dus geen bewoner te zijn van deze locaties om mee te willen doen. De Bloemendaalse Laan is wat moeilijker, want het is gesloten. Dus dat willen we nu niet. Maar de andere locaties zijn ze welkom. En ze kunnen er ook over nadenken of ze zelf vinden dat hun locatie een geschikte locatie is. En dat ze daar vandaan zeggen van wij kunnen op den duur, zou het fijn vinden als jullie ook komen. Kijk, en als ze dat vinden, waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen ten eerste terecht bij de locatie waar we nu activiteiten hebben woensdag. Als ze komen kijken, er staat altijd een vrijwilliger van ons. Die kunnen ze aanspreken. En dan kunnen ze natuurlijk een e-mailtje sturen naar clubhuisderderdehelft@gmail.com. Ja, en er staat start woensdag 2 februari. Dus volgende week is het nog niet? Nee. Aankomende woensdag nog niet. Dus over anderhalve week gaan we weer beginnen. Ja, en dan om 10:00 op de Bloemendaalse Laan. Om 11:15 Huis ter Does. 11:30 Ommedijk. En 11:45 brandwacht. Ja, klopt. Nou, komt allemaal. Je bent geslaagd. Mooi. Dank dat jullie er waren. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor je tijd.